Dus nou, nu gaan we schudden. Over meten tellen, hè? Ik denk, iedere imker doet wel iets aan meten tellen. Maar nou begrijp ik dat voor het VSH-project dat het echt veel zorgvuldiger moet dan dat de gemiddelde imker doet of denkt. Klopt dat? Ja, dat klopt. Kijk, je wil, als je volken wilt tellen op resistentie, en dan wil je volken vergelijken. En dan is het wel van belang dat je de monsternamen precies doet. En ook later het scheiden van de mijten op de bijen, dat ook secuur gebeurt. Want anders zegt dat niet zoveel. Nee, je moet de volken echt heel zorgvuldig kunnen vergelijken. Ja, vergelijken. Ja, ja, ja. Nou, een van de belangrijkste dingen is natuurlijk de monsternamen. Ik heb hier hoeveel bijen je uit je kast neemt? Uit de kast neemt. We moeten ongeveer 300 bijen halen uit een volk. En dat kan je natuurlijk een pot nemen die heel breed is. Ja, zoiets. Zoiets, maar we hebben hier een merksteken staan. Er zit hier 125 milliliter in. Als je in deze pot 125 milliliter afmeet, krijg je hier een streepje. En één laagje bijen meer, ja, betekent zo 50 of 60 bijen meer dan in een ander monster wat je hebt genomen. Ja, dit meet preciezer. Dit meet er preciezer. Dus want je wilde zo'n 300 hebben. Ja, zo'n 300. Ja, ruim 300 wil je hebben. Okay. Dus een smal. Ja, dit is een flesje waar dus hijfkliner heen heeft gezeten. Oh, okay. En daar heb ik gewoon een boel afgezaagd. 125 milliliter in en een maatstreep. Mooi, ja. Als je monsters neemt van die bijen met de poedersuikermethode, is het ook van belang dat die bijen dus niet vochtig zijn. Dus je moet het ook met droog weer doen. Ja. En je kan, dat zie je op heel veel filmpjes, dat ze bijen afslaan. Van het raam? Van het raam. Slaan ze af in een bak en dan scheppen ze het monster. Het probleem daarbij kan zijn dat bij het afslaan er ook nectar mee komt. De bijen worden nat, ja. En dan werkt de poedersuikermethode niet goed. Kijk. Dus ik zal een andere methode laten zien van het monster nemen. Een goede schep poedersuiker. Zoveel is voor 300 bijen, voor één portie. Nee, er komt straks nog een paar scheppen. We moeten drie scheppen met een kop erop. Je moet ongeveer 50 gram poedersuiker hebben. Bij elkaar 40, 50 gram. En denk je dat het nu droog genoeg is? Het is er een mooie dag. Dat gaat al goed. Dat kun je echt niet op iedere dag doen. Nee, het moet niet regenen. Dan heeft het geen zin. Ik neem het monster van in principe de voedsterbijen. En die zitten natuurlijk op open broed. Aha, dus dat... Ja, er zijn de Duitsers die pakken het vaak van de honingkamer. Maar eens even kijken of ik hier open broed in heb. Het is natuurlijk laat, dus het kan zijn dat dat niet meer lukt. Schuld te voer, zie ik, maar... Ja. Hé, hey, dit is niet goed met dit volk. Nee, zie je, ziet het al van de bijen. Dus we gaan een ander volk pakken. Ja, er zit hier een speeldop. Ja, de speeldop. Ja. Kijk, die zijn rustiger. Ja, die zien er relaxter uit. Ja. Nou, we nemen deze maar van. Nou, de methode is dit bakje. Want je wil beslist niet afslaan. Goed kijken of er niet het koninginnetje op zit. Nee. Want die wil je niet in het monstertje hebben.
Ja, wat raar. Je veegt naar beneden. Maar beneden, ze vallen in het bakje. Ja. Oh, dat is ja? Echt een waarde. Zo werkt dat. Ja, dat moet je echt een keer gezien hebben. Want je gaat echt gewoon over de ruggetjes. Ruggetjes en heen. Ze laten zo in het bakje vallen. Ja. Ja. Nou. Bijna. Een beetje. Net aan. Dat is het nadeel van die kleine raampjes. Een groot volk heb je daar natuurlijk geen last van. Met een gewoon raam. Geen koningin. Nee. Een klein beetje erbij. Nu ben je nu om. Ja. We zijn er. Je moet dus echt een beetje schudden. Nou zijn we er. Wil je hem afgestoten hebben of mag ja, het niet af? Ja, hij mag gestoten hem af. Mag ik even mee? Nee, oh, zo, ja, ik kan gewoon zo. Oh zo, oké. Okay. En dan is de meetpot. Ja, maar dan wil je er nog suiker bij, geloof ik. Ja. Er gaan nu nog twee grote scheppen gaan erbij. En weer schudden? Ja. Of rollen? Rollen. Oké. Rollen. Ja, en zo. En nu laten we ze 3 minuten staan. En in die 3 minuten rollen we ze nu en dan. Oké. Zal ik ondertussen rollen? Ja, het hoeft niet continu hoor. Ach, ze zit echt helemaal onder. Ja. En die 3 minuten, is dat nodig om de meid eraf te laten ja, vallen? Ja, dat is minimaal 3 minuten. Mag ook wat niet, langer. Die springen er niet à la minuut af? Maar... Nee, die zitten dus op de bijen en door het poedersuiker raken ze hun grip op de bijen kwijt. Oh, dat is het fenomeen? Dat is het fenomeen, ja, ja. En dan proberen ze het misschien nog 3 minuten, maar dan zijn ze het echt kwijt. Ja. Ja. Nou, als je veel poedersuiker erin hebt gedaan en je wil een paar volken doen, dan is het handig om dit uit te schudden in een fijne zeef, zo'n fijne honingzeef. Ja, ja. Dan blijf je het nog een keer. Dan kan je het nog een keer gebruiken, gedeelte ervan. Er blijft natuurlijk een heleboel poedersuiker op de bijen zitten. Want de mijten blijven toch in je zeef zitten. Ja, er zit in de zeef zitten. Ja, en dan kan ik de poedersuiker verder eruit zeven. Dus nou, nu gaan we schudden. Want de poedersuiker met de mijten die komen er zo uit en de bijen blijven zitten. Ja. Ja, want die kunnen zo weer terug. Ja. Ja, ik snap ik wel wat een je meid. Zegt. Ja, ik snap wel wat je zegt met het antiklontenmiddel, want het komt er echt heel fijntjes uit. Ja, het moet heel fijn zijn, dat zie je ook. Als ja. Je... dat is geen meid. Je moet hem een beetje een minuut blijven schudden. Oké, okay. Nou, deze bijen kunnen weer terug. Misschien nog maar 1 meid. En nu gaan we verder met de poedersuiker. Want je gaat niet af op je eerste indruk, er viel er maar 1. Nee, er viel er maar 1, dat kan je moeilijk zien. Nou, het is er ook maar 1.
Jo, op 300 bijen. Kijk, je ziet hier dus één meitje zitten. Ja. Ja, duidelijk. Als er meerdere zijn, is het vaak moeilijk tellen. En dan kan je het beste de boel in een emmer omschieten of op een deksel. En dan met water, een beetje water erin. Dan lost de suiker op. En dan kan je het meten. Maar dit is dus één meit. Kast 6, 1 meit. 9. Dat is deze. Ja, als je veel monsters moet, veel kasten moeten ze bemonsteren, is het handig om een stel potten mee te nemen. Kastnummer erop. Van tevoren. Van tevoren of ter plekke. Je doet er een beetje drift in. Erbij. Luistert dat heel nauw? Nee, je moet ze een paar druppels. Er gaat straks nog wat meer water bij. Maar tot de helft, tot ongeveer tot de helft vullen. Want er moet ik nog een monster met bijen moeten bij. Je moet echt een sopje. Ja, een sopje. Nou, nog een keer de handige methode van dat ze er zo invallen. Ja. Deze bijen mag je natuurlijk wel afslaan, want die mogen wel nat of vochtig zijn. Ja. Je haalt het net niet met één zo'n klein raampje. Nee, soms wel als die goed vol zit, maar in principe een gewoon normaal raam simplex raam is natuurlijk helemaal geen probleem. Nee. Ja. In nummertje. Ja, doe er maar op. Nummertje erop. Nummertje staat erop. Wel een droeviger gezicht dan met het poedersuiker. Ja, dit is het monster. Ja. Dat schudden van, we goed. Kast 9, ja. Van kast 9. Goed schudden. Ja. En dan is dit de dubbele zeef, gewoon honingzeef met de grove zeef en de fijne zeef. Mm-hmm. En dan schudden we de bijen gewoon op uit. En dan even, is de slang al aan of niet? Ja. We spoelen dat natuurlijk wel even goed na, dat er niet een paar meiten blijven zitten. Ja, anders dan is je vertelling al bij voorbaat. Ja, niet goed. Ja, dus. Het ging hier juist om de uiterste betrouwbaarheid. Ja. Die spoelen we goed uit. Spoelt echt de meiden. De meiden nog van de bijen die eventueel zouden op de meid, op de bijen zitten. Die spoelen we nu er gewoon uit. Een keertje terug, een hoopje. Nou, dat is voldoende. En dan, kijk. Eén meid. Eén meid. Of dit? Nee, is één meid. De andere is wat. Eén meid. Ja, duidelijk. Ja. Ook weer één van de 300. Dus op het moment dat je zegt ik heb een interessant volk, hè, dus qua hoeveelheid mijten die op de bijen zitten. Ja. Als je dan een volk hebt waar heel weinig mijten op de bijen zitten,
dan zou die VSH-eigenschappen kunnen hebben. Ja. En om dat te kunnen meten, moet je dus in het bloed gaan analyseren. Ja. Dan moet je bloed openmaken, gesloten bloed, minimaal 7 dagen gesloten. En dan ga je kijken of de mijten die in het bloed zitten, nageslacht hebben, ja of nee. Of dat ze voor ze nageslacht hebben. Of ze nageslacht hebben of niet. En die verhouding van mijten met nageslacht en zonder nageslacht bepaalt het percentage VSH. Ja. Dus dat is de laatste stap. En kan alleen in de cel zien. Ja, dat kan je alleen in de cel zien. Als je dan wel mijten vindt, maar je ziet nergens nageslacht. Dat is een heel goed teken. Ja. Oh. Want de VSH-bijen halen bij voorkeur cellen open waarin mijten zitten met nageslacht. Ja. Die trekken ze eruit. Dus wat overblijft zijn de cellen waar mijten zitten zonder nageslacht. Dus, ja. Dus ja. Hoe hoger die verhouding van geen nageslacht, hoe beter het wordt. Maar dat doe je alleen als je echt denkt, dit volk, dat kan het zijn. Ja, ja. Daar zitten die eigenschappen waarschijnlijk in. Dit gaat er allemaal aan vooraf. Dit is een voorselectie. Maar ook als je niet naar VSH wil kijken, je wil gewoon zeggen, ik wil verder kweken met resistente volken. Althans volken die minder varroas kweken. Dan is die poedersuikermethode of de zeepsoepmethode een hele goeie. Ja. Ja. Want je kan dan zo je volken vergelijken. Je zegt, hé, die is beter dan die. Dat is mooi om te weten. Het gaat niet alleen om dat hele project van het VSH. Je kunt ook zelf ook vast selecteren. Maar dan moet je dus zo zorgvuldig tellen. Ja, je moet zorgvuldig tellen. En als je het doet in juli, kan je ook meteen zien van, moet ik dit volk nu wel of niet behandelen al? Ja. Want als je volken gaat behandelen en het is niet nodig. Zonde. Het is zonde, want je gooit er toch rotzooi in. Het zijn zuren of acariciden. Daar verzwak je de volken toch mee. Ja. Hoe je het went of verkeerd, het is niet natuurlijk. En het moet nut hebben. En als het niet nodig is, waarom zou je het dan doen? Dan kan je wachten. Alleen daarom al. En misschien hoef je dan alleen maar een winterbehandeling te doen. Ja. Dus ook heeft, voor iedere imker zou dat al een heel goed. Denk ik gewoon dat je moet gaan meten. Ja. Dus wij meten het VSH-gedrag. En van de volken die meer dan 75% of 75 tot 100% van dat gedrag hebben, daar gaan we weer mee verder telen. En de bedoeling is dat we over een paar jaar een volledig 100% resistente volken hebben die je niet meer hoeft te behandelen. Ja. Misschien alleen nog een winterbehandeling hoeft te doen. Ja. Nou, het is voor die volken veel beter. Hè? Je verzwakt ze niet door allerlei stoffen in die volken te gooien. En dat is het doel. En voor de hele imkerij, dat je van dat voortdurende bestrijden afraakt. Daar ben je er vanaf. Ja. Want het is natuurlijk een eindeloos pad. Hè? Het is een noodmaatregel. Ja. Ja, die continu doorgaat. Ja. Ja, elk jaar moet je het weer blijven doen. Ja, en als je niet doet, ga je bij je dood. Ja, en daar wil je dus, vanaf. Ja, daar wil je vanaf. Ja, dus. En het ging hier juist om de uiterste betrouwbaarheid. Ja.